hoofdprijs roepen. De absolute hoofdprijs. En dat is echt iets bijzonders. Dat is ter beschikking gesteld door Anton van Duinen, een oud DVS'er. Maar eens een DVS'er, altijd een DVS'er. Daar weten wij alles van. En die heeft echt een bijzondere prijs aan zich gesteld. Anton woont in Zweden. En hij heeft een volledig verzorgd weekend, inclusief vliegtickets, ter beschikking gesteld aan degene die de volgende prijs wint. Dus ik wil even eerst een heel groot applaus. En de prijs. Rob? Bert van Buren gaat hem trekken. Ja. Ja. Jawel. Weet je niet zo? Kom. Ja, kom maar weer van mij, Bert van Buren. Bert draait toch allemaal naar het rad. Dat doet hij wel zo goed. Bert is neutraal, Bert is onafhankelijk. Bert, niet gluren. Heb je niks onder je dames aan mij? Oh, nee, ik dacht dat ik het aan kan doen. Fijn dat ik het aan kan doen. Bert, we zijn aan mij, dank aan mij. We zijn in de studio. Anton, hij gaat er nu uit, Anton, hij gaat er nu uit. Bert, eenvoudig, het veert u niet. Eén, we gaan eerst de kleur vertellen. Maar een weekend in Zweden, geheel gezellig. Twee tickets erbij. Het is groen voor je. Ja, maar Groen! Groen! En hij begint met een 5. Wie wil er nog mee? Maar dan komt er een 7. Nee. Hij gaat de vingers omhoog. Wie er nog in zit? 5, 7 en er komt er nog een. Ja, ik zie wat. Mathilde. Rena? Ja? Ja? Gerbrand ook nog? Ja? Ja. Oké. Gerbrand heeft geen doel. 5, 7, 1. Ja! Ja! Stil. Ja! 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 Applaus! Hé, Mathilde, jij komt even voor elkaar. Wil je even wat zeggen tegen Anton in het Zweeds, hè? Schuur de vrienden, hoppen we dan. Schuur de vrienden, nee, jongen, geloof ik dan. Hé, wil je even wat tegen Anton zeggen? Nou, ik ken Anton van Kruger. Even stil. We zitten in de uitzending. Ja. Nou, goed, nogmaals. Ik ken Anton van Kruger en... Nou, leuk dat ik een keer daarheen mag. Oh, ik ben helemaal hyper. Dus ze wil het wel. Anton, ze wil het verleur. Nee, het verleur. Applaus voor Anton en voor de van volgend jaar. Even gekke petje ophalen, hè.